Deze week is er in Oldehof een bijzondere tentoonstelling te zien. Inwoners van Herten hebben deze zelf samengesteld, allemaal met materiaal wat te maken heeft met de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Maandagmiddag was de seniorenmiddag. Terwijl de senioren keken naar de video's van Janne Smits, spraken we met een van de initiatiefnemers. Ik ben mede-initiatiefnemer van de tentoonstelling hier. En de tentoonstelling is eigenlijk opgezet. Met het allereerste idee wat ze hebben gehad is de foto's van de Gaai, die na de oorlog en in de oorlog ontstaan is, om die foto's te gebruiken en door tegenover te zitten, de foto's, zoals de situatie op dit moment, is op diezelfde plaats. Verder besteedt de tentoonstelling uit een leestafel, waar allerlei dagboeken op liggen. En ook boekwerken die sowieso geschreven zijn over ditzelfde onderwerp. Qua materiaal is er ook niet zo heel veel. Het heeft allemaal met herten te maken, met de veerdorpen van herten. Allemaal met herten te maken of ook een beetje indirect met herten te maken. Dat wil zeggen, hier liggen ook dingen die wel betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, maar niet per se betrekking hebben op herten zelf. En misschien is het interessant om bijvoorbeeld naar die kast te gaan. En daar zien we dan een paar dagboeken in liggen hieronder. Waarom liggen die dagboeken daar en niet op de leestafel? Er zijn sommige dagboeken die toch zo bijzonder zijn dat je het zich niet kunt veroorloven om ze op de leestafel te liggen en door iedereen te laten doorblaaien. De ene is iets voorzichtiger dan de andere en beschadigen wil ze dus niet. Dat linker dagboek daar, dat is het dagboek van zuster Appenven, die kloosterlinge is geworden en die in het klooster zijnde zich de herinneringen als 15-jarig meisje heeft genoteerd, opgeschreven in een prachtig handschrift. En door het hele dagboek door heeft verteld wat er vanaf het begin van de oorlog tot en met het terugkomen uit Friesland vanwege de evacuatie is gebeurd. En datzelfde is eigenlijk hier gebeurd door mevrouw Reinders Hanne. En die heeft het ook dus geschreven met de pen en zeer goed leesbaar. U weet dus hoe die verhalen, wat de mensen in Herten allemaal metgemaakt hebben. En dat was niet weinig, dat was heel veel. De sigarettendover die is gemaakt. De mensen wilden 6¼, die hier vertegenwoordiger van de bezettende macht was, door Hitler aangesteld. En de mensen wilden dat wel graag beschimpen, maar is er toch niets over te zeggen, want dat had vreselijke consequenties. En om het in het geniep dan toch hem te kunnen vernederen, maakten ze een samenstel van muntstukjes die samen 6,5 cent waard zijn, zodat ze samenkomt aan 6¼. En dat was dan de waarde van 6¼. En dan moest je de klankverwantschap van de naam en van die 6,5 cent begrepen. En dan is het heel duidelijk dat ze hem daar dus met neerdrukt. Dit is de bekende volksontvanger. De kosten wel toch buitenlandse zenders met ontvangen. In tegenstelling wat vaak gedacht werd, dat het een ortsontvanger is die alleen maar de plaatselijke zenders hoort. En om toch te voorkomen dat de mensen te gemakkelijk door buitenlandse zenders loesterden, wat verboden was, kwam door een sticker aan de knop te hangen voor het geluidhalen te zitten. En er steekt dus in feite in het Duits op dat het verboden is om naar buitenlandse zenders te luisteren. En dat het zwaar gestraft werd als je dat zo zou vertreden. Meneer Loesberg, wat heb je in de hand? Ik heb nu een koperen pleitje in de hand. En dat heb ik gekregen bij toeval van een kind op een klas. Want ik heb 40 jaar in Bergen aan de basisschool gestangen. En er kwam op een zeker moment een jong Henkie Kremers. Hij kwam naar mijn gerde en zei, ik heb een koperen pleitje gevonden. Ik kwam een koperen pleitje. Ja, zei hij. Ja, eigenlijk mijn vader zei dat met plogen. Ineens op het land vond je dat koperen pleitje. Ik zei, wie kan dat dan? Ja, en daar staat uw naam op, W. Loesberg. En ik heet ook Wim Loesberg. Dus, en ik woon in Meerum, dus dat is wel heel toevallig. Maar ik heb geen brandstofhandel. En toen ging ik naar mijn huis en toen zei ik, de heer en de jong van mijn klas een koperen pleitje gevonden. Ja, maar zei pap, weet je wie dat is? Zei er vroeger, wie ome Willem, dat had café en kolenhandel hier in Meerum. Dat waren later de Rima Bar. Maar dat is nu bij de Zoda, dat is nu allemaal weg tegenover Van Helge. En
daar zijn die Pruisen gekomen en die hebben daar een paard geconfiskeerd. Die hebben een paard in beslag genomen, dat noemen ze met naar Duitsland om te werken. En dat paard, dat is via Paarlo, is dat naar Duitsland gegaan, naar Brugge. Maar in Paarlo is dat een stuk van de naam verloren, is dat pleitje verloren, zei er. En dat pleitje, dat heeft de man nu gevonden, is dat is toch geweldig. Dus waar zit er, dat doe ik tegen op een stukje eikenhout van een kerkenbank. En dan heb ik dat nu nog steeds in de gang gehouden, datzelfde pleitje. Wie is het verhaal achterachter, dat maakt het hier bijzonder. Dat maakt het dan bijzonder. Schaakdiscus was de Vaandrig die in het begin van de oorlog gestationeerd was in Berg. En wel bekend is dat hij degene was die de brug in Berg had laten springen. En dat is het materiaal wat Schaak om en bij zich had, wie dat toen gebeurd is. Toen Niskus na de oorlog via Masbach echt in de Rebun terecht is gekomen, is hij vrijwel onmiddellijk benoemd tot commissaris van politie. En in die hoedanigheid staat er hier op een merk, dit is de foto, staat er in maart 1945 in de Rebun op de merk. In gesprek is een groot woord natuurlijk, maar toch, in gesprek met koningin Wilhelmina. Genoeg te zien. Nog één keer, wanneer kunnen de mensen hier naartoe komen nog deze week? De mensen kunnen hier naartoe komen nog elke dag, van 2 tot 5. We staan in Olderhof, hè? En we staan in Olderhof, inderdaad. En dat is tot het bed komende zondag. Vooral komen, zou ik zeggen. En iedereen is natuurlijk welkom om hier naartoe te komen en... Zoals we dus even hebben kunnen zien, is er van alles te zien.